Harry is een echte vrijdenker. Hij heeft een blog die volgens Time Magazine bij de 10 belangrijkste financiële blogs zit. En Barry heeft een heel klare lijn, dus het is niet enerzijds, anderzijds. Het is heel duidelijk, soms op het cassante af. Hij is geen optimist. Hij is een heel harde criticus ook van de zakenbanken. Neemt afstand van bandieten zoals Goldman Sachs, zoals hij ze noemt. En dat maakt het natuurlijk spitant. Het is zeker geen gepolijste figuur. Het is iemand die een mening heeft en die in de Verenigde Staten daardoor ook wel wat controversieel is. Norbert Walter is een meer gepolijste econoom, heel vooraanstaand, heel veel klasse, maar zeker ook iemand die kritisch is. Niet tegenstaande dat hij voor een instituut zoals Deutsche Bank heeft gewerkt, had hij toch kritische opmerkingen. Hij ziet in Duitsland heel veel sterkte, maar durft ook de zwakte duiden. De vergrijzing bijvoorbeeld, de problemen op lange termijn. Heeft ook een visie altijd gehad over de euro die hij heeft toegejuicht, maar waar hij ook de zwakten van zag. Dus ik denk dat het de ideale moment is nu hij weg is van Deutsche Bank en misschien vrijer nog kan spreken dan tevoren om zijn mening voor de eerste keer terug in België te horen. Larry Jedelow schrijft The Investment Strategist, dat is een dagelijkse nieuwsbrief. De man zit elke dag in een ander land. Je zou hem de CIA kunnen noemen van de economen of de investeerders. Hij heeft hoge contacten bij fondsen, maar ook bij centrale banken, bij politici, een beetje in heel de wereld. En hij schrijft elke dag over zijn bevindingen in een uithoek van de wereld. De ene dag Europa, dan weer Azië, dan de Verenigde Staten. Met een combinatie altijd naar de beleggingen toe. Aandelen, obligaties, munten, grondstoffen. Maar vanuit een sterke economische inslag. Het is een onbekende versie van Faber, maar ik vind wel een meer diepgaandere versie van Mark Faber. Wel, met elk van deze economen had ik al blij geweest, maar de combinatie Larry Jedelow, Barry Ritholtz, Norbert Walter, dat is uniek. En ze gaan een match spelen tegen de Belgische economen Peter van den Houten, Ivan van der Kloot en ikzelf. En dat wordt toch een internationale match waar we hopen dat de Belgen zullen winnen.